É, da Ressa Spa. Hi my beautiful lovelies en welkom bij een nieuwe video. Zo, de smaak die ik vandaag eet is Baked Alaska. En dit is mijn favorite Ben & Jerry's ever. Zo lekker. En ik heb mijn meloenwijn. Oh. Heerlijk. Ja. Dus. We gaan het vandaag hebben over self-confidence. Had ik al gezegd dat iemand dat had aangevraagd. Maar ze wou dat ik het met McDonald's ging doen. Maar ik ben even niet fastfood aan het eten op het moment. Want girl. Ik moet even rustig gaan doen. Dus op het moment even niet. Dus self-confidence. Ik moet eerlijk zeggen, ik krijg vaak de vraag over, zeg maar, of ik wil praten of ik iemand kan helpen met zijn self-confidence. Ook gewoon via Instagram DM van mensen, weet je wel. En ja, het is voor mij, soms vind ik het wel lastig, omdat, oh je ziet de spijkerbroek, ach ja. Soms vind ik het wel lastig, omdat, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben nooit ik heb nooit een langdurige situatie gehad, waarbij ik me niet, zeg maar, me onzeker voelde met mezelf, zeg maar, met mijn lichaam, of met wie ik ben, of met whatever, weet je wel. Tuurlijk heb ik onzekere dagen. En dat is het ook met self-confidence. Het is niet een elke dag ding. Weet je wel, het is niet een elke dag ding. Self-confidence is een meestal ding of een bijna altijd ding. Weet je wel, het is niet een elke dag ding. Hoewel, weet je, ik kan 6 dagen in de week super confident opstaan. En dan sta ik de 7e dag in diezelfde week op. En denk ik van, oh, mijn haar zit niet. Mijn wenkbrauwen willen niet. Ik zie de extra kilo's. Weet je wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook iemand die dan kan zeggen, weet je, fuck it, Bren. Yo, fuck it. We gaan gewoon dingen doen die je vandaag moest doen. Morgen is vast wel beter. En ik denk dat als je jezelf, sorry, dat is mijn telefoon en mijn buurjongen komt naar boven. Ik denk dat als je jezelf naar zo'n mindset kan brengen, dat het dan echt heel goed is en echt heel goed gaat zijn voor een hele hoop mensen. Kijk, de grootste, ik denk dat ik 3 hele grote tips heb voor self-confidence. Ik denk ook 3 hele, nee, 4. Ik heb er 4. De eerste is, zeg maar, ontwikkel een gezonde hoeveelheid aan scheid. Omdat, ja, ik kan jou niet vertellen hoe vaak ik gewoon tegen mezelf moet zeggen, joh, Bren, fuck it, scheid. Weet je wel? Ik vind dat een van de belangrijkste dingen van mijn zelfvertrouwen is dat ik gewoon scheid heb en dat ik het gewoon doe. En bij mij is het heel grappig, want ik ben heel impulsief. Dus soms heb ik niet eens de tijd om te denken van, oh, ik vind dat eng, ik ben bang, ik ben onzeker. Soms heb ik daar niet eens tijd voor, omdat ik ben al bezig met iets. Snap je wat ik bedoel? Dus bijvoorbeeld, ik heb zoiets van, ik wil een tatoeage. En dan ga ik gewoon datzelfde uur loop ik een tatoeage shop in. En 10 minuten later wordt er al getatoeëerd.
Ik ben heel impulsief. Dus soms heb ik maar zo'n klein beetje tijd om te denken over iets wat ik ga doen. En dus dat helpt mij, heeft mij ook heel erg geholpen met mijn onzekerheid. En dat ik sommige dingen eng vind. En dat ik niet zo goed weet hoe of wat, weet je wel. Maar heb gewoon scheid, weet je. Ga bij jezelf na. Wat is het ergste wat er kan gebeuren als ik mijn stijl verander? Of als ik iets opbiecht aan iemand, weet je wel. Misschien ben je onzeker over je seksualiteit. Misschien ben je onzeker over jouw lichaam. Misschien zit je in een relatie, maar durf je niet naakt te zijn. Of misschien ben je onzeker over je huidskleur. Of misschien ben je onzeker over het feit dat je niet goed kan lezen. Je hebt dyslexie, ik heb ook dyslexie. Misschien ben je onzeker over, weet ik veel, rekenen op school. Of misschien, ik weet het niet, weet je. Ik weet niet waar je onzeker over bent. Maar ga bij jezelf na. Als je datgene gaat doen waar je onzeker over bent. Of als je datgene gaat accepteren. Of gewoon dat jurkje gaat dragen. Dat misschien niet, dat waarvan heel veel mensen zeggen dat dat niet voor jou is gemaakt. Voor jouw type of whatever. Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Weet je wel? Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Oké, dat mensen misschien, pardon, prik. Dat mensen misschien zeggen van, oeh, girl. Maar weet je wat het is? Als jij scheid hebt, niemand gaat jou durven zeggen van, girl. Omdat ze zien van, hey, I'm feeling myself. I don't give two fucks about what you gotta say. Oké, I'm living my best life. Oké, omdat mensen pikken die vibe op. Ik kan jou niet vertellen hoe vaak ik dingen aan heb waarvan ik weet dat de mensen om me heen, de mensen die mij langere tijd kennen, dat vinden ze absoluut niet mooi. Maar ze gaan ook niet plassen op mijn parade, want ze weten donders goed, Brandy, gets it together, oké? Okay? And I'm the queen. You can't tell me nothing. Weet je? En dat is het, weet je. Heb gewoon scheid. Fuck it, wat kan er gebeuren? Kijk, oké, je valt voor 40 mensen. Je staat weer op. Je stottert bij het lezen. So what? Als jij het maar begrijpt, so what? Je ziet een extra rol in die broek. So? More cushion for the pushing. Hell, you know. De tweede tip die ik jullie wil geven is gewoon doen. Gewoon doen. Scheid hebben en gewoon doen. Want als je lang over dingen gaat nadenken. Kijk, tenzij het echt hele gevaarlijke dingen zijn. Weet je, ga dan niet zeggen. Ja, Brandy zei ik moet het gewoon doen. Girl, no. Because you're gone die. Oké. Okay. Denk er dan wel even over na. Jongens, ik ga even het ijs in de koelkast zetten. Want het is wel lekker en zomaar. I'm not feeling ice today. Dus ik ben zo terug. Oké, okay, ja. Wat was ik aan het vertellen? Oh, gewoon doen. Nee. Kijk, ga wel nadenken over gevaarlijke dingen. Of levensdecisions. Levensbesluiten en zo. Maar andere dingen, doe het gewoon. Weet je wel. Heb je een bodycon jurk, maar is je lichaam misschien niet helemaal sculpt, skinny, this and that. Heb je lumps en bumps en humps. You know. Het. Trek het gewoon aan. Kijk hoe jij het kan combineren. Hoe het werkt voor jou. Weet je, ik zeg altijd, iedereen kan alles aan. Het gaat niet om wat je aan hebt. Maar het gaat om hoe je het aan hebt. Want ik ken een heleboel mensen. Gewoon echt met de ideale lichaam. En ik doe zo omdat, wat is een ideal body? Like, you know, het is voor iedereen anders. Maar je weet wat ik bedoel, slankie tanky, waist, got a little ass, a little titties. Oké, die dan soms dingen aan hebben waarvan ik denk van, you be looking crazy. Like, weet je, dus het gaat niet om wat je aan hebt. Het gaat om hoe je het draagt. En sommige dingen moet je aanpassen naar jouw lichaam. Of soms kan je het leuk maken met een jasje eroverheen, een riempje erop, een hakje eronder. Of juist sneakers, of juist weet ik veel wat. Weet je, ga je niet onzeker voelen over bepaalde kledingstukken. Vooral omdat, kijk, weet je wat het is? Ik ken heel veel meiden die onzeker zijn over hun lichaam, bijvoorbeeld. Maar het vervelende is, als onzeker zijn over je lichaam is gewoon echt kloten. Omdat
Je wordt morgen niet wakker met je droomlichaam, snap je? Je hebt nog wel een bepaalde tijd. Tenzij je echt denkt van ik ga er vandaag echt aan werken. En je gaat elke dag de sportschool in. En je gaat echt gewoon groen eten. En gewoon, weet je, maar dan heb je alsnog een periode dat je nog steeds een beetje fluffy bent. Of dat je misschien nog steeds super, super, super duper skinny bent. Weet je wel, je hebt nog steeds een periode waarbij je moet leven met de persoon die je nu bent. De lichaam die je nu hebt. En in mijn mening is het altijd beter om dingen te veranderen met de gedachte van, weet je, ik waardeer mijn lichaam. Ik hou van mijn lichaam. Maar het kan beter. Snap ik bedoel? Ik denk dat het heel ongezond is om dingen te doen vanuit unhappiness en onzekerheid en weet ik veel wat. Dan ga je vaak ook de verkeerde dingen doen. Dan ga je vaak ook grotere tieten nemen dan je eigenlijk zou had moeten nemen. Dan ga je ook vaker, dan ga je ook vaker domme besluiten maken. Zoals ergens in een of andere stegen bilinjecties doen omdat je niet genoeg geld hebt. Maar je moet asso die bil zetten. Weet je? En weet je wat soms grappig is? Juist wanneer je gaat leren om je lichaam te accepteren. Soms vind je het helemaal niet zo erg aan het einde van de rit. En denk je van, it ain't all that bad, you know. Met een beetje exercising kom ik er wel, weet je. En ja, ik weet niet precies welke onzekerheden deze specifieke persoon had. Of waar over deze persoon wou dat ik sprak. Als jullie willen dat ik spreek over dat ik een video doe over iets specifieks, zoals body image of zelfverzekerd zijn in een relatie of in dating of zelfverzekerd zijn in, I don't know, in your skin, like qua kleur of weet ik veel, let me know, laat het in de comments, want dan kan ik altijd nog een andere video doen over een specifiek iets, want nu praat ik maar een beetje in de lucht over self-confidence, zelfvertrouwen. En dit is ook al mijn tweede wijntje voor vandaag. Dus als ik een beetje van het padje verdwaal naar iets anders. Ja, blame it on the alcohol. You know. Maar weet je dat ik helemaal niet snel aangeschoten ben? Side note. Het duurde heel lang voordat ik woehoe ben. Echt heel lang. Dit is de normale Brandy. Nou, dit is eigenlijk niet eens de normale. Dit is de calm Brandy. Normaal ben ik echt. Anyway. Back to the program. Oké. Dus de tweede tip was gewoon doen. De derde tip is verwacht commentaar. En dit is misschien een beetje raar, maar verwacht altijd commentaar. Omdat mensen zijn bemoeizuchtig. Mensen zijn bedweterig. Mensen zijn gewoon zwaar, vermoeiend en irritant. Mensen denken altijd dat ze het beter weten, dat ze het mooier kunnen, dat ze, hè, dat ze hun opeens verstand hebben van A tot Z dingen. Weet je wel? Verwacht altijd commentaar. Weet je, ik bijvoorbeeld in mijn leven, ik weet bij sommige mensen precies wat ze gaan zeggen over bepaalde dingen. Ik weet het precies. En dan soms wanneer ik zin heb om hun stommiteit te entertainen, dan krijgen ze een reactie. En soms geef ik amper een reactie. Omdat ik precies weet welke mensen in mijn leven bepaalde opmerkingen gaan maken over mijn kleding, mijn make-up, wat ik doe, waar ik ga, de foto's die ik post, de video's die ik maak, de dingen die ik zeg, of de jongens die ik date, of whatever. Ik weet precies welke mensen bepaalde opmerkingen maken. En nu, het boeit me ook niet, weet je wel. Ik ben op zo'n level dat ik die reacties al verwacht. En dan denk ik, ah joh, hey, whatever. Calm your titties, you know, calm your titties. Dus verwacht commentaar. Vooral op social media. Vooral op social media. Omdat, kijk, in je directe omgeving, ik zie alle mensen die ik ken en die ik voor een lange tijd ken, zoals familie en dicht, zeg maar, vrienden die dicht bij mij staan, zie ik niet elke dag. Dus ik krijg niet elke dag commentaar op dingen of whatever. Maar waar ik wel elke dag commentaar op krijg als ik iets deel, is mijn social media of mijn YouTube. Er zijn altijd mensen die, dus als jij heel erg actief bent op social media, verwacht altijd commentaar. Omdat mensen gaan altijd wat zeggen. Mensen weten het altijd beter. Mensen, ongevraagde mening is gewoon iets wat het populairste is. Vooral op social media. Mensen willen altijd met hun ongevraagde mening komen. En je kan er niks over zeggen omdat jij kiest ervoor om je leven te delen.
En dat is ook gewoon zo, weet je wel. En we leven nou eenmaal in een land waar je alles kan zeggen. En waar je, althans niet letterlijk alles, maar heel veel tot alles kan zeggen. En mensen maken daar ook gebruik van. En dat heb ik ook. Ik wil ook gewoon mijn freedom of speech behouden, weet je wel. Dus als je... En weet je wat het ook is? Als je op iedereen moet reageren die iets negatiefs zegt of die iets zegt wat jou eventueel zou kunnen kwetsen of iets zegt wat jou doet denken over jouw keuze. Het is te vermoeiend. Dat zegt energie die je eigenlijk moet stoppen in het werken aan jezelf. In het ontwikkelen van jouw eigen self-confidence, weet je wel. En dat is ook nog een tip die ik wil toevoegen, is negeer mensen gewoon. Pardon. Ah, bubbly. Negeer mensen gewoon, weet je wel. Laat ze lekker in hun waarde. Als ze iets niet mooi vinden of als ze jou lelijk vinden of ze vinden jou te dik. Het gaat erom wat jij van jezelf vindt. Het heet zelfvertrouwen voor een reden. Omdat het is de vertrouwen die jij hebt in jezelf. En als je dat wat minder hebt, maakt niet uit. Maar zorg er dan voor dat jij een huid ontwikkelt tegen commentaar van anderen. Je moet naar een space waar jij je ding kan doen, ongeacht wat wie dan ook erover gaat zeggen. Omdat als jij je leven leeft naar andermans mening en naar andermans wil, dan leef jij je leven niet. Je leeft hun leven, maar je leeft je eigen leven niet. Weet je? En ja, gewoon fuck 'em all. wat is de laatste tip die ik wil geven? Oh my god, ik heb echt geheugen van een vis. Waarom heb ik dit niet opgeschreven? Hou echt op met me. Oh ja, mensen. Neem afstand van negatieve mensen in je leven. En ik weet dat dit een moeilijke is, omdat vaak zijn het negatieve mensen in ons leven de mensen die zo bij ons staan. Echt de dichtbijste mensen. Maar ik probeer afstand te nemen. Pluisje. Omdat negatieve mensen kosten jou alleen maar energie. Net zoals die mensen die altijd commentaar geven en dat je daar niet op moet reageren, want het kost jou alleen maar energie. Negatieve mensen kosten jou energie. Als jij in een relatie zit die negatief is met een man of een vrouw die je alleen maar neerhaalt en alleen maar zegt hoe dik je bent en alleen maar zegt hoe aangekomen je bent of je moet eens eten want ik zie je ribben of je hebt geen bil of je hebt geen tieten of weet ik veel wat. Laat hem voor wat het is. Omdat iemand die echt van jou houdt, die gaat jou ophemelen. Die gaat jou juist steunen. Die gaat jou juist verder helpen in het leven. En die gaat je juist motiveren om te komen waar jij wil komen. En die gaat geloven in jouw droom. Puur omdat diegene houdt van jou. Dus als je iemand hebt in je leven die geen toegevoegde waarde heeft. In de zin van positiviteit en cheerleader-ism. That's not a word, but whatever. Die jou geen positiviteit brengt en die jou niet aanmoedigt voor met de dingen die jij wilt doen, dan is dat niet de persoon voor jou. En ook al is dat familie, dat betekent niet dat je nooit meer met diegene hoeft te praten, maar neem afstand, praat minder of zie diegene minder of probeer een manier te vinden waardoor de mening van die persoon niks uitmaakt. Of vraag de mening ook niet, want vaak vragen we dingen, want ik heb dat ook. Ik ben iemand, ik vind het vaak leuk om feedback te horen van mensen als ik het vraag. vind het vaak leuk om feedback te horen van mensen als ik het vraag. Mensen geven altijd hun feedback. Net zoals ik net zei, ongevraagde mening is heel populair. Maar ik vind het altijd fijn als ik bijvoorbeeld een nieuw project start. Om gewoon bepaalde mensen af te gaan van hey, ik wil dit en dit doen. Wat vind jij? Hoe denk jij erover? Wat zou jij doen? Blabla. Gewoon puur omdat ik dan een compleet plaatje heb en ik dan verschillende angles kan zien van het probleem. Want soms zegt iemand iets waar ik nog niet aan heb gedacht. Maar doe dat niet bij negatieve mensen. Als jij weet dat iemand altijd negatief is of meestal negatief, ga niet vragen wat diegene vindt van iets. Ga niet vragen wat vind je van deze jurk, wetende dat diegene niet positief kan zijn over jouw lichaam. Of dat diegene in het verleden nooit positief is geweest over hoe je eruit ziet, over je lichaam, over je smaak, yada yada yada. Laat het gewoon voor wat het is. Omdat dan ga je zoeken naar negativiteit. Dan ga je zoeken naar een gevoel die je eigenlijk niet wil hebben. Maar die je wel gegeven wordt. Omdat jij je bent het gaan halen bij iemand, zeg maar. ja, wat kan ik nog meer zeggen over self-confidence? Ja, hoe bouw je self-confidence op? Ik denk dat je gewoon... Ja, ik vind dat lastig om...
te zeggen hoe bouw je self-confidence op. Omdat ik denk dat het bij mij is omdat ik hoe de manier waarop ik ben opgevoed, weet je. Ik ben opgevoed door hele sterke vrouwen. Ik ben opgevoed door hele sterke mannen om me heen. Ik heb zeg maar nooit... Ik kan niet zeggen dat ik mensen in mijn leven heel vaak onzeker heb gezien. Tuurlijk wel onzekere momentjes. Maar ik kan nou niet iemand opnoemen die ik echt in een hele onzekere... Of jawel, nu wel. Maar toen ik jonger was kan ik niemand opnoemen die ik echt in een hele onzekere positie heb gezien. En mijn oma, mijn moeder, mijn tantes, mijn vader, mijn ooms en zo. Heb ik niet in zo'n zodanig onzeker gezien dat ik... Dat het effect had op mij, weet je wel. Ik ben gewoon opgevoed door hele mooie, sterke, donkere vrouwen. En die hebben me ook altijd geleerd van... Je bent mooi, je bent slim. En zo ben ik opgevoed, weet je. Maar... Ik ben me er ook wel van bewust dat mensen dat misschien niet hadden. Of misschien had je dat wel, maar werd je gepest op school. Ik ben ook nooit gepest op school. Ik moest eerlijk zeggen, ik gaf je gewoon gelijk een klap. Als je überhaupt met iets onaardigs wou beginnen, ik gaf je gewoon gelijk een trap. Ben je gek? Dus ik heb dat ook nooit gehad, weet je wel. Dat ik dan... maar wat ik wel bijvoorbeeld heb gehad, is dat ik onzekere momenten had over mijn dyslexie. Vooral toen ik jonger was. Als je dan in de klas moest voorlezen of zo, weet je wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat is ook een kwestie van oefenen. En dat is het ook wel met self-confidence. Het is oefenen, weet je wel. Tuurlijk gaan de eerste paar keren eng zijn dat je iets alleen doet of iets nieuws doet. Of iets draagt wat je nooit draagt. Wat misschien een beetje risqué is voor jou. En waar je je niet helemaal comfortabel in voelt. Ga niet te ver. Ga niet iets dragen. Bijvoorbeeld, je draagt nooit rokken. En nu heb je een miniskirt aan. Ga dat niet doen, weet je wel. Als bijvoorbeeld een rokje dragen een drempel voor jou is. Of zeg maar iets is wat jou uit je comfortzone houdt. Maar begin dan bij een knielengte rok. Weet je, een leuke rok. Wat staat bij jouw pasvorm. En dan als je korter wil gaan, ga korter. Maar ik denk dat self-confidence ook wel iets is wat je gewoon moet oefenen. Wat je gewoon moet doen. En ga nieuwe dingen doen. Ga... gekke dingen doen, weet je wel. En het begint bij de kleine dingetjes, weet je. Ik heb bijvoorbeeld, wat ik soms grappig vind, is dat mensen denken heel vaak over hun image. Over hoe ze overkomen en over, oh, ik ga dat niet doen, want dat is niet cool. Ik ga dat niet doen, want dat is te gek. Weet je, maar waarom? Waarom is dat zo? Wie heeft bepaald dat het te gek is? Wie heeft bepaald wat cool is en wat niet cool is? Want als ik naar sommige mensen kijk die dat dan zeggen, dan denk ik... Ja, maar heel jouw hebben en houden is niet cool voor mij. So like, I don't get it. Weet je, wie heeft die regels gemaakt? Weet je, hou je niet vast aan zulke regels. Laat je gewoon gaan. Ga kijken wat voor jou werkt. Heb gewoon scheid aan wat mensen denken. Je bent de queen of je bent de king als je kijkt en je bent een man. En jij kan alles doen wat je wil doen in jouw leven, weet je. En ja, that's my self-confidence video, I guess. Ik weet, kijk, nogmaals, als je wil dat ik over iets specifiek praat, laat me dat weten. Want nu is het een beetje... All up in the air. Maar als je wil dat ik praat over bepaalde dingen. Zelfverzekerheid in bepaalde dingetjes, situations, relaties. Let me know. Maar voor nu is het gescheid hebben en gewoon doen. Neem afstand van mensen die gewoon geen toegevoegde waarde hebben in je leven. Verwacht altijd commentaar omdat mensen hebben altijd wat te zeggen. Altijd. Trust me, I know. En ja, fuck hem. Fuck hem al. Like, weet je, als mensen jou niet steunen, dan zijn dat duidelijk niet de mensen voor jou. En dat maakt de keus heel makkelijk. Dat maakt de keus super, super makkelijk. Voor mij maakt dat de keus super, super makkelijk. Als jij niet iemand bent die toegevoegde waarde heeft in mijn leven, dan hoef je daar ook niet te zijn. Of dan hoef je daar ook niet constant te zijn of heel vaak te zijn. Af en toe, prima. Maar, weet je, it's all about positiviteit. It's all about mensen lekker in hun waarde laten.
En gewoon je ding doen, weet je. Gewoon je ding doen. Het is soms eng. Het is soms nieuw. Je weet soms niet zo goed wat je moet doen. Maar, weet je, iets wat nog erger is, is niks doen. Iets wat nog erger is, is stilstaan in je leven. En je gewoon depressief voelen omdat je geen kant, omdat je het gevoel hebt dat je geen kant op kan. Omdat je misschien zo onzeker bent dat je gewoon niet weet wat je moet doen. Omdat alle dingen die je wil doen, durf je niet. Weet je, dat is erger dan doen en falen. Dat noem je toch falen? Ja, toch? Ja. Sorry jongens, mijn woordenschat is heel goed, maar ook super slecht tegelijkertijd. Ja, ik kan alles. Maar ja, dat was mijn video guys. Ik hoop dat jullie deze video alsnog leuk vonden, ook al was het super kort. En ik heb niet echt veel gegeten eigenlijk. Ik had verwacht dat ik meer zou eten, maar ik heb gewoon niet zo heel veel trek. Ik ben ook begonnen met een nieuw dieet, dus mijn eetschema is een beetje fuck up, you know. Zo, ja. Ik ga de rest van dit wijntje lekker opdrinken. Lekker van genieten. Ik ga editen. En ik wens jullie een hele fijne avond en fijne quarantaine. Want we zitten nog steeds binnen met z'n allen. Hey. Bye guys. En vergeet niet, you're the best. You can do this. You got this. Alles wat je wilt doen in je leven ga je gewoon doen. En je gaat alles bereiken wat je wilt bereiken. Maar voorkom het stilzitten. Ga wel gewoon iets doen. Iets doen. En nogmaals, als je wil dat ik over specifieke dingen praat, let me know. En dan kan ik altijd een video erover maken. Doe een duimpje omhoog als je deze chit-chat gelul van me nog steeds leuk vond. Let me know. En ik zie jullie in de volgende video. Love you guys. Doei. You got to let it go. You got to let it go.